Ja, het is heel belangrijk dat we de preek van vanmorgen horen. Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk. En ook niet omdat ik die preek hou, maar het is zo goed dat we iets gaan beleven van hetgeen wat we geloven. Hè, we moeten uitkijken met gevoel. Hè, het gevoel kan heel erg bedriegen. Maar ervaringen, dus dat je iets beleeft met God, dat is heel erg nodig, want dat bouwt je geloof geweldig op voor een volgende keer. Omdat je weet, nou, toen heeft de Heer echt heel bewust heb ik ervaren, dus de Heer die is er en die heeft ook mij op het oog. Het is natuurlijk goed om dat te geloven en daar moeten we het ook mee doen natuurlijk in eerste instantie, maar het geloof moet ook vruchten voortbrengen, er moet ook iets van gaan ervaren. En vanmorgen gaan we iets doorgeven waarvan ik denk dat iedereen dat kan gaan ervaren ook. Dat je echt heel bewust dingen gaat beleven, dat je zegt, hé, de Heer die grijpt in mijn leven en hij heeft mij op het oog en hij is ook in mijn situatie geïnteresseerd. Velen van u hebben dat natuurlijk al een keer beleefd in allerlei situaties, maar dit is iets waar we allemaal mee te maken hebben namelijk. Ik zal het even tekenen. Dit stelt ons voor zo. Er komt geweldig veel op ons. Kun je het ook zien? Anders dan is het misschien beter dat u daar gaat zitten. Ja, waarom niet? Het is dan net zo warm. Kunt u het wel zien? Ja, ik ga het ook af en toe even opzij staan hoor. Dus we staan een beetje scheef voor. Zo. Zo. Nou, er komt geweldig veel op ons af in het leven. Hè. We hebben er vanmorgen ook al over een paar dingen over gehoord. En een van de ergste dingen, en ook iets waar we allemaal mee te maken hebben, en mee te maken hebben gehad, of je nou klein bent of groot of jong of oud, maar iedereen heeft te maken met onrecht. He, dat komt aan alle kanten op je af. Onrecht. En het wordt er niet minder op. He, want de wetteloosheid neemt toe, heeft Jezus al gezegd. En de liefde die verkilt. En je zult steeds meer merken en de maatschappij verloedert. He, de rechtsstaat, dat werkt niet meer zoals het zou moeten, he, de rechtspraak. Dus je moet leren omgaan met onrecht. We weten niet wat er nog voor ons ligt. Er zijn delen in de wereld waar mensen geweldig vervolgd worden, als christenen ook. En als je dan niet weet wat je met dat onrecht aan moet, dan ga je er onherroepelijk onderdoor. Nou staat er in Spreuken, staat er een geweldige tekst. En dat gebruiken we als basis. In Spreuken, ik hoop dat u uw Bijbel bij zich hebt. Dat staat in Spreuken 18. Spreuken 18. Spreuken 18. Spreuken 18 vers 10. De naam des Heren is een sterke toren en de rechtvaardige die ijlt daarheen en is onaantastbaar. Dus er is een plek waar je onaantastbaar bent. En dat is de naam des Heren, want die werkt als een sterke toren. Nou moeten we even uitleggen, want als we het hebben over de naam des Heren. Ja, wat bedoelt de schrijver hiermee, de naam des Heer? We hebben allemaal een naam, hè, Jan, Piet of Klaas, of weet ik veel hoe het allemaal in Vlaanderen ook, hè, andere namen in Nederland zelfs. Nog een achternaam ook, maar dat betekent het hier niet. God die heeft ook een naam, Yahweh of Jehovah. Maar we hebben ook allemaal op een andere manier namen. Hè, je kan een goede naam hebben of een slechte naam bijvoorbeeld. He, als je iedereen liegt, als je liegt en bedriegt en je bent niet betrouwbaar, dan heb je een slechte naam. Dan is je naam onbetrouwbaar. Hè? Dan zeg je, nou, dat is een onbetrouwbaar iemand. Dan moet je maar niet mee in zee gaan. Of je bent juist betrouwbaar. Dat je, he, of het je nou veel kost of niet, je bent altijd eerlijk en je komt er vooruit. He, dan ben je wel betrouwbaar. Dan heb je een hele goede naam. He, je kan een goede timmerman zijn bijvoorbeeld. Hè? Iemand die gaat verhuizen en die heeft een verbouwing en die zegt tegen de mensen die, hè, de buren van, joh, kennen jullie een goede timmerman? Hè, een timmerman die een goede naam heeft. Die een goede reputatie heeft, betekent dat. Hè, dan krijg je de naam
Ook een tandarts is ook heel belangrijk. Nou, een goede tandarts hebt. Hè. Als je ergens gaat wonen, dan zeg je, nou, ik moet even wat horen van die en gene. Een tandarts met een goede naam. Nou ja, ik kan er uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar snap je dat? De Heere, die heeft ook heel veel goede namen. Er is een hele lijst, hè, en ook een poster van. Allemaal goede namen des Heeren. En al die namen, die stellen iets voor van een goede reputatie die hij heeft als goede herder bijvoorbeeld. Nou, als je dat zo'n naam weet, dan zeg je, nou, de Heer is een goede herder, dan zijn er geen doodlopende wegen meer, bijvoorbeeld. Dan ben je onaantastbaar geworden voor uitzichtloosheid. Dat je weer afwacht, de Heer is mijn herder. En een herder die weet altijd de weg te banen. Daar is ook een liedje van, hè? God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij ons zijn wil bekend of zijn weg bekend. Hè? Nou, dat kan de Heer. En als je altijd maar honger en dorst hebt naar aandacht en naar liefde en begrip, ja, dan zegt hij, ik ben de bron van levend water. Zei hij tegen die vrouw bij de put, hè, die zocht het bij mannen alsmaar en die kon dat niet vinden. Ja, je moet niet drinken van dat water, dan hou je dorst. Je moet drinken van het water wat ik je geef. Dan krijg je nooit meer dorst. Nee, dan word je zelf een bron van levend water. In plaats van dat je alsmaar iedereen uitzuigt, word je iemand die constant, omdat je een bron gevonden hebt, die onuitputtelijk is. En waar je uitput, zodat je een bron wordt van levend water. Nou, zo heeft de Heer heeft geweldig veel goede namen. Als je die weet, dan ben je onaantastbaar. Voor allerlei, in elke situatie, elke nood die er is, heeft de Heer een toepasselijke naam. Nou, dat zou een preek op zichzelf kunnen zijn. Al die namen. Maar is er één naam die te maken heeft met onrecht? Een hele goede naam des Heren die te maken heeft met onrecht, waardoor je onaantastbaar wordt voor onrecht. Nou kun je je bijna niet voorstellen, hè, dat je immuun wordt voor onrecht. En toch is het zo. Nou, welke naam des Heren zou passen bij onrecht? Hè? Wat? Ja, ik ben een beetje dovig. Dus. De rechtvaardige. Ja, rechtvaardige rechter. De rechtvaardige rechter. Dat zetten we er even boven. Rechtvaardige rechter. Dat is de naam des Heren die bij onrecht past. In het Oude Testament in ieder geval. Nou, dan staat er ook nog van, de naam des Heren is een sterke toren. Dat moeten we ook even uitleggen. Meestal als we aan een toren denken, dan denken we aan een kerk met toren. Hè. Dat stikt er hiervan in België. Elke plaats hier is een toren. Een enorme kerk. Maar dat betekent het niet, want je hebt ook in het schaakspel heb je ook een toren, maar dat ziet er heel anders uit. Hè? Een toren, dat is eigenlijk een soort van kasteeltje. Een verdedigingswerk, vroeger. Hè, dus een klein kasteeltje zou je kunnen zeggen. Hè, dus dat zou je zo kunnen tekenen. Die toren. De toren, de naam des Heren is een sterke toren en als je dan vroeger in zo'n toren zat, in zo'n verdedigingswerk met hele dikke muren. Ja, toen hadden ze alleen nog maar pijlen, bogen en stenen waar ze mee gooiden. Nou, dan was je onaantastbaar in zo'n toren. En als je eten had en drinken, nou, dan kon je het lang uithouden in zo'n toren. Ondanks alles wat er om je heen gebeurde, was je onaantastbaar. Nou, de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardigen, nou, wie zijn de rechtvaardigen? Dat zijn degenen die bij Jezus horen, die hun leven aan Jezus hebben toevertrouwd. He, die worden door God gerekend als rechtvaardig, omdat je gelooft in Jezus. He, Jezus die zei op een gegeven moment van, ik zal niet de Vader vragen, maar de Vader zelf heeft u lief. Omdat je geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan en dat je in mij gelooft. Dat is het geloof wat jou rechtvaardigt. Daar kijkt de Heer naar je gezindheid. Ten opzichte van jij ook. Dan heb je nog heel veel fouten en gebreken. Ja, maar als je de Heer Jezus aanvaardt als degene die uit God geboren is en die de Zoon van God is, dat vindt God zo geweldig dat we hem serieus nemen, dat geloof, dat rechtvaardigt je. Dus hier zijn we, als het goed is, bij elkaar met rechtvaardigen. Nou, de rechtvaardigen, als die onrecht lijden, die vluchten, die ijlen naar die sterke toren. De naam des Heren. En daar zoeken ze hun toevlucht. En dan zijn ze onaantastbaar voor onrecht. Nou, daar willen we vanmorgen over hebben, van hoe dat werkt.
en ook een paar voorbeelden van geven. Nou, voorbeelden in het Oude Testament heb je wel. David bijvoorbeeld, hè, als er één was die onrecht leed van Saul en van anderen ook, dan was het David wel. En als je de psalmen leest, gelukkig heeft hij veel geschreven, die David, dan lees je psalmen, nou dan schrik je van, die lees je bij, vroeger laat je van tafel voor uit de Bijbel, hè, als de kinderen erbij zijn, maar er waren bepaalde psalmen die je niet voorlas, omdat er stonden zulke verschrikkelijke dingen in. Dat David, die deed een beroep op God als rechtvaardige rechter, en dan zei hij er ook nog bij van wat God zou moeten doen volgens hem. Nou, er staan echt die wraakpsalmen, die zijn heel verschrikkelijk. Ik ga ze niet voorlezen even, maar je hebt ze zelf wel eens gelezen, hè, van tanden die stuk geslagen moesten worden, kinderen tegen de rotsen verpletterd. En zulke dingen vroeg David van God over zijn vijanden. Nou, dat doen we niet meer, want we leven nu in het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar als je dat leest, hoe David gebruik maakte van die sterke toren, dan lees je er ook bij van dat God hem nooit, wat dat betreft, teleurstelde. Want dat gebeurde gewoon ook. Maar ja, we leven nu in het Nieuwe Testament, hè? Het Nieuwe Verbond. Het verbond van genade. Hè? En ja, dan staat er een stukje uit het Onze Vader, Matthäus 6. En dan zegt de Heer Jezus zelf aan het eind, want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar, staat er in vers 15, indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dus we hebben nu in het nieuwe verbond, leven we uit vergeving, uit genade. En God die heeft ons allemaal zo ontzettend veel vergeven, en doet hij nog steeds. En dan zegt hij, ja, jullie zijn veel vergeven, dan moet je het ook voor anderen doen. Dus dit geldt eigenlijk niet meer in het Nieuwe Testament. Dat is wel erg jammer eigenlijk, hè? En dan wordt er ook gezegd in de zielzorg, kijk, als je onrecht leidt, dan zijn er twee dingen. Of je vergeeft het, vergeven. En als je het niet doet, dan heb je jezelf daarmee. Dan raak je verbitterd. En je wordt een gevangene van je eigen wraakgevoelens. En je krijgt maagzweren en een hartinfarct in het ergste geval. He, dus dat is het alternatief. He, dus verbittering, zou ik maar zeggen. Verbittering. Nou, dat is in het nieuwe verbond. Dat zijn de twee mogelijkheden. Dus als je met verbittering in je hart zit, omdat je onrecht moet lijden en je komt bij een zielzorger, ja, dan zegt hij, ja, joh, het is in je eigen bestwil dat je het vergeeft, want anders dan, ja, het alternatief is heel verschillend. En het is nog niet het ergste, nee, God die kan jou ook niet meer vergeven als jij niet vergeeft. Is dat zo? Staat er maar, is dat zo in het nieuwe verbond? De meesten denken van wel, hè. Heb je wel eens geprobeerd om onrecht te vergeven wanneer de ander daar geen spijt van heeft? Nou, in kleine dingen lukt het wel. Als je kinderen hebt bijvoorbeeld, en ze trappen op je hart, dan weet je al, die weet niet wat hij doet, hè. En dan kun je het vergeven, zonder dat ze om vergeving vragen. Gewoon omdat je weet, nou, ze weten niet beter. Dat is niet zo moeilijk. Maar als mensen je onrecht aandoen en ze weten goed wat ze doen, en ze gaan ermee door, en je moet het dan vergeven elke keer. Elke keer komt er op je af, weer vergeven. Mensen, dat is niet simpel. En je hebt toch het gevoel, ja, het is niet eerlijk, hè. Maar ja, als ik het niet doe, dan raakt mijn vrouw met God in de moeilijkheden. Dat is heel verschrikkelijk. Hè, en dan moet je nog niet denken aan wat zo'n Marc Dutroux kinderen heeft aangedaan. En als ouders, vergeef het dan maar. Dat is toch heel moeilijk. En op een gegeven moment werden we daar met de neus opgedrukt. Ik heb bij de EO gewerkt. En toen was er een jonge dame en die schreef verhaaltjes voor onze programma's. En op een gegeven moment had ze ook een verhaaltje geschreven over vergeving. In een klas waren ze aan het beeld of aan het boetseren. En iedereen had een mooi beeldje gemaakt, was gebakken in een oventje.
En het meisje dat, waar het over ging, die had een schitterend danseresje gemaakt, de mooiste van de klas, had ze op haar tafeltje gezet. Maar de jongen die voor haar zat, die was jaloers. En die draait zich om en per ongeluk zogenaamd stoot hij zo dat beeldje van de tafel. Ja, klats, zo, allemaal in stukken. En het was heel duidelijk dat het expres was. Nou, het meisje was kwaad natuurlijk, hè. Ging naar huis in het verhaal. En toen lag ze op bed en toen was ze echt christelijk. En toen dacht ze, ja, wacht even, ik moet vergeven natuurlijk, hè. Als christen. Nou, dat deed ze dan ook. En de volgende dag kwam ze op school. Was zo blij en opgewekt. Verbittering was weg. En de jongen zei, nou, ik vergeef het je, hoor. Wat zo wel, zei de jongen. Nee hoor, vergeef het je, zei. En fris en vrolijk ging ze verder. Dat was het verhaaltje, hè, van kinderen, je moet altijd vergeven, want daar word je fris en vrolijk van. Daar ging het eigenlijk over. En toen als team lazen we dat. Zei, joh, stel je voor dat je het hoorspelletje uitzendt. En een kind die kijkt ernaar en die wordt misbruikt door haar broer, haar grote broer bijvoorbeeld. En dan moet je zeggen, ja, vergeef het je broer maar, vergeef het je broer. En dat gaat maar steeds door. Maar dat kan niet, hè. Dus toen gingen we, biddend gingen we daarmee aan de slag. En toen kwamen we tot hele andere conclusies. Want er staat in de Colossensebrief, Colossense 3 vers 13, verdraagt elkander. En vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. En dan komt het, gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook zo evenzo. Zoals de Heer u vergeven heeft. Hoe vergeeft de Heer ons? Weet jullie dat? Zo automatisch, van nou ja, de Heer vergeeft het wel. Als we berouwen. Nee, je moet toch, daar gaat er iets aan vooraf, aan vergeving. Er staat in 1 Johannes 1 vers 9, het werd bij ons in de kerk elke zondag voorgelezen, in de liturgie, van indien we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Vergeving is ook niet los verkrijgbaar, hè? Als je niet gereinigd wil worden, niet verlost wil worden van de zonde die je schuld met zich meebrengt, ja, dan kan God je ook niet vergeven. En moeten wij dan wel vergeven als anderen hun schuld niet belijden? En niet eerlijk zeggen van, joh, vergeef me. Als God het niet kan, moeten wij het dan wel kunnen? Kan niet, hè? Dan zou je iets meer moeten kunnen dan God. Het is ook niet verstandig, hè? Stel je voor, hè, alle kinderen zijn er, zijn, jammer genoeg, de tieners zijn er ook weg. Maar stel je voor, een van die meisjes die is gek op cd's. En tegenwoordig halen ze van het internet natuurlijk, hè. Dat kwam dus tien, maar stel je voor, ze is eerlijk, hè. Ze zegt, ja, ik wil echt voor betalen. Maar ze had geen geld, maar ze wist, ja, mam die heeft genoeg geld in de portemonnee. Dus ze haalt 20 euro uit moeders portemonnee, hè. Maar ja, ze is erg eerlijk, dus ze gaat naar haar moeder toe van, mam, eens luister, ik heb 20 euro uit uw portemonnee gepikt. Wilt u het me vergeven? Nou, en dan zegt mama natuurlijk, ja, tuurlijk wil ik je vergeven, joh. Maar ze houdt meteen de hand op, of niet? Nee, zegt de dochter, nee, ik wil de cd's verkopen. Ach joh, ze zijn een heel lieve moeder, van joh, nou houd maar dan. Hey, ik ben al hartstikke blij dat je het me eerlijk gezegd hebt. Is dat een verstandige moeder? Nee. Nee, want de volgende keer haalt ze 100 euro uit je portemonnee. Hè? Ja, zo gaat dat. Stel je voor, hè, als er ingebroken wordt, en je doet er niks mee, nou ja, ik vergeef die inbrekers wel. En alle christenen doen dat. Hè, of anderen die volgen dat voorbeeld. Nou, dan jongens, dan reist de criminaliteit de pan uit. Hè, want dat is makkelijk. God is niet onverstandiger dan die onverstandige moeder. Hè, want God die wil dat mensen veranderen. Die wil vergeven ten allen tijden. 70 keer 7 keer, maar staat er wel bij, hè, van als ze 70 keer 70, hè, bij je komen en vergeef me alsjeblieft, dan moet je toe bereid zijn. Ook al is het zo vaak, want dat is zo vergeeft God ons ook. Maar als mensen niet om vergeving vragen, dan wordt het heel erg moeilijk, want dan wat God betreft, die zegt, ja, ik doe het niet. En ik denk niet dat hij het aan ons vraagt dat we het dan zullen kunnen doen. Nou, een vraag. Hè. De Heer Jezus heeft een keer een verhaal verteld. En toen aan het eind zei hij van, als de Zoon des Mensen weerkomt, zal hij nog wel het geloof vinden op aarde.
Kennen jullie die tekst? Hebben jullie die tekst wel eens gehoord? Wordt wel eens over gepreekt. Nou, weten jullie ook in welk verband dat die tekst staat? Dus wat het verhaal is die aan die tekst vooraf gaat. Hè? Dus dat Jezus een verhaal vertelt en aan het eind zegt hij, geloven jullie dat nog wel als ik terugkom? Weten jullie dat, welk verhaal dat is? Nou, werk aan de winkel, hè? De gemeente nog. Hè? Dingen in het verband zien. Hè? Er worden vaak preken gehouden, één tekst uit het verband en dan, ja, dan kun je heel andere dingen zeggen dan wat de tekst bedoelt eigenlijk. Weet jullie wat staat? Iemand? Is er iemand die het weet? Nou, we hebben net iets opgezocht in Spreuken. Spreuken, weet u nog? Hoeveel? Spreuken? 18? Nou, dit is nu Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18 vanaf vers 1, daar is het verhaal. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Nou, dat is, wordt ook wel zo gepreekt, hè, jongens, volharden in het gebed. En hij zeide, er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. He, dus dat was een weduwe, die had geen geld en die leed onrecht en die ging naar die rechter toe. Hij had, je moet recht verschaffen, want daar ben je voor. Maar de rechter had helemaal geen zin, want dat mens had geen geld. Het staat er ook, hè? Een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik me niet om God en al stoor ik me aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, dus kwam elke dag weer terug, haar recht verschaffen. Anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. Dus dat, die rechter werd bang voor dat mens. Een pittig vrouwtje was dat, hè? En, die hield gewoon... He? Die rechter, nou moet ik het dan een keer gaan doen. En er staat er, en de Heere zeide, hoort wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen, en laat hij hen wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Dus Jezus zegt hier, van God is een rechtvaardige rechter. En als je aanhoudt in gebed van Heere, verschaf mij recht. Dan grijpt God in. En niet bij het eindoordeel, nee, spoedig staat er zelfs. En je zegt, jongen, geloven jullie het nog wel? Nu, geloven wij het nog wel? Vlak voor zijn wederkomst. En jij zegt het omdat we het zo hard nodig hebben gewoon. Dat we leren om onze rechtszaken over te geven aan de rechtvaardige rechter. Want dan kan God wat voor je doen. Nou, dit is een blinde vlek, mensen. Echt, daar wordt zo weinig gebruik van gemaakt. En ook in het geheel, bijvoorbeeld, je kan dat vragen voor jezelf. Maar je kan ook anderen zien die onrecht lijden. En dan kun je ook vragen van, Heer, wilt u ze toch recht verschaffen? En je ziet zulke vreselijke dingen in de wereld. Bijvoorbeeld Sierra Leone en die andere Afrikaanse landen waar kinderen als kindsoldaten worden opgeleid. Nou, het is verschrikkelijk wat die kinderen moeten doen. Nou, waarom zouden we niet kunnen vragen van, Heer, wilt u oordeel laten gaan over diegene die die kinderen dat aandoen? Waarom kunnen we dat niet vragen? Ja, maar dat is een beetje onbarmhartig. Nee, dat is niet onbarmhartig. Want als Gods oordelen... Gods gerichten over de aarde gaan, dan leren de mensen gerechtigheid. Je leert ervan als God zijn oordeel over je leven laat gaan. In de Korinthe-gemeente gebeurde het ook, hè? Velen waren ziek. En dan sliep ook niet weinig, omdat er misstanden waren. En dan zegt Paulus, ja, dat doet God om je wakker te schudden, zodat je niet bij het eindoordeel eronder doorgaat. Je kan beter nu Gods oordeel vragen over je leven. Zeg, Heer, is er nog iets wat niet deugt? Wilt u het me laten zien? En dat je wakker schrikt. Voordat het te laat is. He, dus je kan met alle vrijmoedigheid bidden om Gods oordelen over al die dingen die je ziet gebeuren in de wereld. Waar mensen elkaar onrecht aan doen. En omdat we dat niet doen, kan de duivel die gaat rond als een briesende leeuw. En niemand legt er meer wat in de weg. Want hij kan gewoon zijn weg gaan. Niemand die vraagt God om oordeel. Nou, dan heb je hetzelfde als wij geen gebruik maken van politie
en de rechterlijke macht, ja, dan rijst het de pan uit. En dat zie je toch overal. En we moeten elkaar weer bemoedigen om gebruik te maken van die rechtvaardige rechter. Want dan gaat er wat gebeuren en dan zeggen we, eindelijk kan ik eens wat doen. God die kan vaak niks doen omdat er niet om gevraagd wordt. Het is niet verstandig van God om dingen ongevraagd te doen. Dan hebben we helemaal God niet meer nodig. Ja, dat gebeurt wel allemaal. Maar God die wil graag dat we hem zoeken en hem onze problemen voorleggen en onze wensen voorleggen. Hè? Van, ken hem in al uw wegen en laat bij alles je wensen door gebed en smeking bij hem bekend worden. Dan leer je ook God kennen, maar hij kan ook wat voor je doen. Ja, wacht eens even. Jezus zelf dan, wat deed hij dan? Toen hij het kruis hing, dan vergaf hij toch ook de mensen die er niet om vroegen. Is dat zo? Zei hij toen hij aan het kruis hing, jongens, ik vergeef jullie allemaal. Nee. Weet je wat hij zei? Vader, hij zei niet, ik vergeef jullie. Nee, vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat waren die Romeinse soldaten. Omdat ze niet wisten wat ze deden. Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar hij zei niet, vader, wilt u die fariseërs en die schriftgeleerden? Maar nee. Degene die wel wisten wat ze deden, daar vroeg hij geen vergeving voor. Raar, hè? Dan staan we niet zo bestil, hè? Dat was het geheim van Jezus in Jezus' leven. Dat moet je eens kijken in Petrus, een heel belangrijke tekst. Dan wacht ik even dat iedereen dat heeft, want dat is heel belangrijk. Een beetje achter in je Bijbel. Een heel belangrijke tekst die je eigenlijk uit je hoofd zou moeten leren. Dat staat in 1 Petrus. Hè. Er zijn twee brieven van Petrus en de eerste brief. En dat gaat hoofdzakelijk over het lijden van onrecht. En dan hoofdstuk 2. En dan vers 19. Ja, eigenlijk moet je het helemaal lezen, ook weer in zijn verband. Vers 19. Hoofdstuk 2 van de eerste Petrusbrief. En dan vanaf vers 19, en daar staat dit. Ik zal het er vast voorlezen. Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte leidt. Nou, dat hebben we allemaal mee te maken. Dat we veel genade nodig hebben om daar goed mee om te gaan. Want mag dat roem heten, mag je daarover opscheppen als je slagen moet verduren omdat je kwaad doet, dat is logisch natuurlijk. Maar als je goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want daartoe zijn we geroepen, zegt Jezus zelfs, zegt de Petrus hier. Daarom Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Nou, dan gaan we eens kijken hoe Jezus omging met onrecht. Staan de voetstappen dat we in zijn voorbeeld moeten volgen als we onrecht lijden. Dat je dan genade nodig hebt en dat Jezus laat zien van wat je dan moet doen. De voetstappen van Jezus. Ten eerste, de 22. Die geen zonde gedaan heeft. Nou, daar moeten we ook mee ophouden. Dat is een preek apart. In wiens mond geen bedrog is gevonden. Leugen, dat is veel erger dan we denken. Komt rechtstreeks uit de duivel vandaan. Die heeft het leugen uitgevonden. De vader van de leugen. Als we liegen, dan zijn we direct leerlingen van de duivel. Daar moeten we ook eens over nadenken. Van jongens, alle leugenaars die gaan naar de hel. Of je nou bekeerd bent of niet. Maar er staat in Openbaringen. Alle leugenaars die worden op één hoop geveegd. Met hoereerders en afgodendienaars en leugenaars. Maar goed, is er nog een ander onderwerp. Dus daar mogen we mee ophouden. Gelukkig. Hè, kunnen we beleiden van Heer, wilt u het me vergeven. En help me om dat nooit meer te doen. Het hangt een prijskaartje aan om altijd eerlijk te zijn. Maar een goed geweten kost een hoop geld. En dat is heel belangrijk. Maar goed, nou komt het waar we het nu vanmorgen over hebben, vers 23. Die, als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed, als hem leed werd aangedaan, niet dreigde, maar het vergaf. Nee. Er staat, als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Als hij leed, als hem leed werd aangedaan, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is het voorbeeld van Jezus. Zo ging hij om met onrecht. Dat is leuk. Hè, dus het is niet zo van, er zijn maar twee mogelijkheden. Of je vergeeft het bij
Als je onrecht leidt, je vergeeft het of je wordt verbitterd. Nee, er is een derde weg. En het is maar één lettertje. Overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dan zal je spoedig recht worden verschaft. En dat is iets wat je kan gaan ervaren namelijk. Ik wil nog een tekst zoeken in de Romeinenbrief. Romeinen 12. Romeinen 12. En dan wil ik graag toch een paar voorbeelden gaan noemen vanuit de praktijk, van wat dat uitwerkt. Romeinen 12, vers 17. Nou, wat staat daar? Vergeld niemand kwaad met kwaad. He, dus als je onrecht wordt aangedaan en je wordt kwaad en je gaat hem onrecht aan, dan zijn er twee die onrecht doen. He, dus heeft het zich vermenigvuldigd. Dus dat moet je niet doen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En dan komt het. Wreek jezelf niet, geliefde. Dus als je onrecht leidt, hè, wreek jezelf niet, geliefde, maar vergeef het. Nee hoor. Wreek jezelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Maak ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Dus maak ruimte voor God, staat hier. Want hij wil graag het onrecht bestraffen. Opdat diegenen die onrecht plegen wakker geschud worden. En niet bij het laatste oordeel reddeloos verloren gaan. Dus dan mag je om bidden, je mag het overgeven aan God die rechtvaardig oordeelt. Dan gaat God je wraak uitvoeren. Maar dan, kijk, God die is objectief. Die weet precies hoe alles in elkaar steekt. Waar jij fout bent geweest en waar hij, de ander is fout geweest. Ja, dus er is maar één die echt goed recht kan spreken. Dat zegt Jezus zelf, van ik spreek niet uit mezelf recht. Nee, het is met het oordeel van mijn vader oordeel ik, zegt Jezus. Dus zelfs als zoon des mensen was hij voorzichtig met het oordelen. Hij zei, nee, alles wat ik van de vader zie, dat oordeel ik. Nou, dat moeten we ook leren. En dan staat er, dus God is echt rechtvaardig, dus je kan rustig je rechtszaak aan God overgeven, want die weet precies hoe het in elkaar steekt. En als je naar een rechter gaat, dan kom je alle twee natuurlijk voor het licht. Maar dat is niet erg, als jij fout bent geweest en je hebt het niet door, dan komt het aan het licht. Als je dat doet, dan laat God zien, maar dat zit bij jou niet goed. En dan kun je er wat aan doen, dan gaan je ogen, heren. Dan voel je je niet veroordeeld door God, maar dan wijst God je de weg. Van, beleid het en word ervan bevrijd. Word je een vrij mens. Heb je niks te verbergen. Mij komt ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien je vijand honger heeft, geef hem te eten. Nou, pas als je je rechtszaken aan God heeft overgegeven, dan weet je, van het is in goede handen, dan ben je er vrij van. Dat werkt net zo bevrijdend als dat je kan vergeven wanneer de ander vergeving vraagt. Net zo bevrijdend. Zo bevrijdend dat Jezus ook iedereen, ook de fariseeën en zo, zonder wraakgevoelens en zonder verbitterd te zijn, ging die bij ze eten, praten met ze. Dat is het voorbeeld van Jezus. Daar mogen we een voorbeeld aan nemen. Dat we al onze rechtszaken overgeven aan hem, zodat je nooit anderen meer het kwaad verwijt. Omdat je weet, het is een goede handen, een goede rechter. En dan staat het ook, van als je dat doet, als je vijand honger heeft, geen te eten. En die niet dorst heeft, geen te drinken. Dat kun je dan doen. Want zo zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Zo zul je hem vuurrood maken van schaamte, staat er in een andere vertaling. Dan komt hij tot besef. Wat is dat allemaal? Hoe kan dat? Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Is het helder tot zover? Ja. Nou even van, jongens, hoe werkt dat nou in de praktijk? Hè? Toen we dit gingen ontdekken, toen hebben we dat meisje dat het verhaaltje had geschreven, dat heb ik opgebeld. En toen heb ik het nog een keer op papier gezet van wat onze bevindingen waren. En ze schreef me toen een brief terug. En die brief die mag ik voorlezen, heeft ze gezegd. Wel een tijd geleden hoor. Maar ik heb hem bij me.
En ik zal hem even voorlezen. Dick, ik ben nog steeds gechoqueerd over de ellende die er kan ontstaan als vergeven en overgeven ongenuanceerd door elkaar worden gebruikt. Een dag voor jij je brief schreef, heb ik het volgende in mijn dagboek gezet. Dat was na het gesprek, het telefoongesprek. Na wat Dick B. zei over eenzijdige vergeving, was ik deep down. Een gevoel van alles voor niks. Mijn hele strijd bestond daaruit dat ik vond dat ik moest vergeven en het niet kon. Ergens ook niet wilde, omdat het niet eerlijk was. Nu denk ik dat God wil dat je vergevingsgezind bent. Dat je op het moment dat je vergeving gevraagd wordt, het ook wil doen. Tot zolang geldt de rechtsregel wie zondig zal sterven en mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Ik heb te veel van mezelf geëist. Ze heeft zelf namelijk het probleem gezeten. Ik denk dat ze... Ik heb haar later nog gebeld en met elkaar gepraat en zo. Ze heeft niet verteld wat er precies dwars had, maar ik denk dat het ook een incestslachtoffer is geweest. Die met heel veel moeite het heeft geprobeerd om dat te vergeven. Maar ja, dat is niet vergeven, maar is verdringen. Dat onrecht verdwijnt niet, hè? Dat gaat een diep weg. En iedere keer komt weer bovenborrelen. Dat is net een absces wordt dat. Als je dingen gaat verdringen en niet gaat verwerken. Ik heb te veel van mezelf geëist. Ik ben tegen een universele wet opgelopen. Ik heb mezelf gepijnigd, onbarmhartig voor mezelf en voor anderen. Mijn eigen inspanningen voor niks. Nou ben ik deep down. In feite een bevrijding en een geruststelling. God is vergevensgezind voor de hele wereld, maar je ontvangt het pas als je erom vraagt. Waarschijnlijk dat mijn gevoelens van onvermogen ook de haat- en wraakgevoelens zo sterk hebben aangewakkerd. Het gevoel van oneerlijk, een fijne kans voor de tegenstander om mijn vlees op te jutten en me te tergen. Dit is veel relaxter. Een stukje uit het dagboek was dat, hè? En dan komt de rest van de brief. Je begrijpt dat ik erg blij ben met je correctie en de toelichting op het verhaal. Wat het schrijven over vergeving betreft, ik ben hier allemaal zo van geschrokken dat ik het eerst maar even laat rusten. Nog het meest ben ik geschrokken van het feit dat er zo weinig duidelijkheid is over de fundamentele dingen van het evangelie. Zeker 3 hoog aangeschreven christelijke hulpverleners hebben dit niet boven tafel gekregen bij mij. Ze zeggen alleen, het is in je eigen belang dat je vergeeft. Je moet vergeven. Nogmaals mijn dank. Ja, dus ze is ook in de hulpverlening geweest. En die zeiden alleen maar, ja, vergeven of verbitterd worden. Nou ja, met gevolg dus dat ze in de problemen zat toch, emotioneel. En nooit tot bevrijding is gekomen. Nou, dit beleefde het dus op mijn werk. En toen had ik een aantal bijbelkringen waar we woonden. En toen op de eerste bijbelkring, toen vertelde ik er iets van. En toen was er een van de zusters die zei, ja, ik wil je wat zeggen. Ik heb er wat van beleefd. En toen vertelde ze haar verhaal. Ze was een ongewenst kind. Haar moeder was in verwachting geraakt voordat ze getrouwd was van haar. En ze waren lid van een hele zware kerk, dus er werd heel erg zwaar aangerekend dat ze in verwachting was en moest trouwen. Dus heeft dat kind wat ze in zich had, dat heeft ze dat verweten, daar had ze een hekel aan. Zegt, en toen werd ik geboren en ik heb nooit een kus gehad van moeder, ze hebben me nooit geknuffeld. Assepoester eigenlijk, hè. Was nooit goed genoeg, kon niks, kreeg allemaal, is getrouwd met haar vader wel. Ik kreeg meer broers en zusjes, dat ging allemaal prima. Maar zij mocht niks en ze kon niks. En nou, echt heel verschrikkelijk. Nou, toen is ze getrouwd met een hele lieve christelijke man. En kregen zelf 6 kindertjes. 6. Een heel goed gezin. Maar op een gegeven moment ging het verringen bij haar. Omdat ze haar moeder haatte. Ja, want ja, ze had een hekel aan haar moeder. Omdat die haar zo verschrikkelijk... Dat zag ze wel, dat wat een verschil was bij andere kinderen. Maar op een gegeven moment ging het zo verringen. Dat ze toen zegt, toen ben ik naar mijn bed geknield. En toen heb ik tegen God gezegd van, Heer, u weet wat er aan de hand is. U weet waarom mijn moeder zo verschrikkelijk als moeder heeft gefunctioneerd ten opzichte van mij. Ik laat het los. Ik geef het over aan u. Ik wil er niks mee te maken, ik geef het over. En wat ik toen beleefde, wat een last er van mijn rug viel, van jaren. Nou, van mijn hele leven eigenlijk. Zo'n bevrijding. Hij zegt, en was niet het enige, want niet lang daarna kwam mijn moeder... Op de koffie, nou dat deed ze al nooit. En toen merkte ik dat mijn moeder, ze heeft nooit gezegd van kind wil je het me vergeven, maar ja, dat ze er spijt van had. Op een of andere manier. Zegt, en dat was de tweede ervaring, toen ik dat merkte, toen kon ik er
Nou, wat me toen overkwam, dat ze vervuld werd van Gods liefde voor haar moeder. Nou, dat is onvoorstelbaar, zeg, wat ik toen beleefd heb. Het is nooit meer echt zo geworden zoals een echte moeder-dochterverhouding, hoor. Maar de angel was eruit, hè. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat kun je psychologisch natuurlijk ook wel verklaren. Hè, van, dit is de een, zo. En dit is de ander. Zo. En als ze elkaar dan ontmoeten, hè, dan was het meteen een conflict, hè. Maar ja, toen hield zij ermee op. Dat verdween, zo. En ze gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus dit verdween. En die moeder, die voelde het op een of andere manier aan. Ja, die denkt, hé, wat is er nou toch aan de hand, hè? En dan gaat ze nadenken natuurlijk. Dat is de psychologische verklaring daarvoor, hè. Maar dat is niet het enige, want er gebeuren veel meer dingen. Want kijk, als je je problemen overgeeft aan God, dan zeg je, eindelijk kan ik eens wat voor je doen. Want wij kunnen niet in iemands hart werken. Maar God, die kan het wel. Ja, dus toen de weg vrij kwam voor God en erom gevraagd werd, hè, zal hij zijn uitverkorenen geen recht verschaffen? Nee, hij zal een spoedig recht verschaffen. Nou, God, die was, dat duurde niet lang. En God, die werkte in het hart van die moeder. En toen was het ook weg. Kun je een beetje voorstellen? Wat een verschil. Nou, ze vertelde dat zo. En toen was een andere zuster, want er komt wel meer voor natuurlijk, die zei, nou, ik heb ook een hekel aan mijn moeder, zei ze. Waarom? Nou, omdat sinds ik getrouwd ben, doe ik niks goed meer. Alles doe ik verkeerd. Mijn huishouding, opvoeding van de kinderen, altijd kritiek. Als mijn moeder komt, ja, ach, daar heb je er weer. En zegt ze tegen de man, ach, daar heb je mijn moeder. Nou, het zal het vandaag weer wezen. He, dus ze had echt een hekel aan de moeder, zei ze daardoor. Ze zei, wat zou ik nou moeten doen? Ja, toen zei die eerste zus, ja, doe hetzelfde maar. Geef maar over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die weet waarom dit je moeder zo is. Nou, 14 dagen later kwam ze op de kring terug. Ze zegt, nou, het is mij ook overkomen. Ik heb het aan de Heer overgegeven. Bevrijding ervaren. Gevolg, mijn moeder kwam de volgende keer. En we hebben zo heerlijk over Jezus kunnen praten met elkaar. Want we hebben ook een christelijke moeder. Alles was weg. En dat is wel een goede verhouding geworden tussen die twee. We hebben heel goede contact ook met allebei. En nou, we werden enthousiast. Jongens, dit is een ontdekking is dit. Er gaan dingen gebeuren gewoon als je dat doet. In het hier en nu. Dus er was een andere kring, tweede kring. Telden we die verhalen. En toen was er nog een potige zuster. Het zijn allemaal zusters, lijkt het wel. Maar die was hoofd van de afdeling gezinszorg. En die moest aan die meisjes indelen, weet je wel. Die moest die meisjes dus sturen naar gezinnen die het moeilijk hadden en zo. En toen vertelde ze, ach mensen, ik heb er zo moeite met die meiden. Want dan zit hun, ja, een beetje grof allemaal, dat een wind hun dwars of ze zijn ongesteld. En dan op het laatste ogenblik van, ik kom niet hoor, ik ben ziek. Zegt, en dan krijgen ze toch de wind van voren. Hè? Nou, dat kon ik me voorstellen. Ja, dan, dan was het een conflict. Hè? Zegt, kan ik het ook toepassen op die situatie? Nou, probeer het maar. Nou, 14 dagen later kwam ze op de kring. Het eerste wat ze zei, het lijkt wel ook zweef. Lijkt wel ik zweef. Dat is niet zo hard wat ze bedoelde. Ja, zegt ik wat je vertelt, doe ik tegenwoordig. Het moet nog beklijven, zei ze. Weet je wat dat is, beklijven? Het moet nog vlees en bloed worden. Het moet nog een gewoonte worden. Het is nu nog te veel dat ik in eerste... Oh, wacht even. Weet je wel, het moet automatisch gaan, hè. Het moet nog beklijven, zei ze. Maar zegt ik heb het al een paar keer meegemaakt. Dan bellen die meiden op. En dan denk ik, oh, wacht even. Dan geef ik het over gauw even aan de heren. En dan zeg ik tegen mij, nou, jammer. Ik zal kijken of ik een andere oplossing vind, joh. Beterschap, hè. Nou, die meiden wisten ook niet wat er nou overkwam. Nou, ja, en hoe vaak is het niet gebeurd dat die meiden even later belden van, nou, het lukt wel, ik kom toch wel. Nou, weer een mooi verhaal erbij. Kwamen we op nog weer een kring. Dat was op de zaterdagochtend, één keer in de maand. Ik vertelde het verhaal daar, al die verhalen. Want ja, je wordt enthousiast, hè. En was er een broeder en die zei niks. En toen een maand later komen we weer bij elkaar en toen komt die broeder en zegt, jongens, ik wil hier wat zeggen. Toen hij dat, hè, dan wees hij op mij, toen hij dat vertelde, van dat dit kon, ik denk, nou, hij is gek of ik ben gek. Hey, wat is het geval? Hij zegt, ik werk bij een christelijke stichting. Hij zegt, ik heb betaalde baan als boekhouder. En het is een christelijke stichting en het bestuur of de directie, die wilde eigenlijk iemand hebben, want hij was wel in de 50.
wilde graag een jonge vent op die plek. Want het was net in die tijd dat alles geautomatiseerd werd met computer en zo. En hij was er niet zo handig in. Dat kost allemaal wat extra tijd. En ik dacht, jongens, als een jonge kerel komt, het kost minder en dat gaat veel vlugger. En hij zei, maar dat zei dus niet tegen me. Maar toen gaf ze me iedere keer te veel werk, dat ik het niet meer af kon. Hè? In de hoop dat ik zou zeggen, joh, broeders, het lukt me niet. Nou, joh, zoek dan wat anders, weet je wel. Dat hij de eer aan zichzelf zou houden. Hè? Ik vond het zo gemeen, hè, dat broeders, hè, christenen, elkaar op die manier bejegen. Maar ja, ik was opgevoed met het idee van, ja, vergeven of verbitterd worden. Dus hij zei, ik mag vergeven, iedere keer mag ik vergeven. Maar ja, zoveel spanningen gaf dat. Hij zegt, en toen hoorde ik dit verhaal. Hij zei, nou, ga het proberen. Dan is zijn bed geknield, geloof ik ook. En heeft de zaak overgegeven aan hem, die rechtvaardig oordeel. Hij zei, ja, hetzelfde. Hij zei, wat een bevrijding was dat. Het is in goede handen. Gaat los. En hij zei, die broeders zijn niet tot bekering gekomen. Maar hij zei, ik ben rustig gaan solliciteren. Ik heb een goede baan gekregen in die maand. Tijd was onvoorstelbaar ook, op 50 jaar. En hij zei, zit nou bij een houthandel of zo. Hij zei, moet je mijn handen nu zien? Nou, hij liet zijn handen zien. Er was niks aan te zien. Nee, hij zei, vorige maand zat onder de eczeem. Ik ben het kwijt. Dan de spanning, hè? En nog aan zijn maag had hij het ook geloof ik nog. En dat was nog niet over. Maar wat een uitwerking heeft dat? Nou jongens, ik kan zo langzamerhand wel een boek schrijven van alle brieven die ik heb gekregen. En telefoon, nou ja, verhalen van die het hebben toegepast. Ook in gemeente waar ik dit vertel. Dat zussen naar me toe komen, broeders. Van ja, ik heb het zelden meegemaakt. En anderen die het dan gaan toepassen en die dat dan ook gaan beleven. En de volgende keer weer bij elkaar komen, een getuigenis. Maar moet je maar zeggen, moet je maar eens horen misschien dat er zijn hier die... Ik wil nog één voorbeeld geven, kan het nog? Ik werkte bij de EO, hè. En toen hadden we dit allemaal zo beleefd. En toen bij de EO hadden ze vrouwendagen. En toen een van die organisatrices van die vrouwendagen, die vroeg aan mij of ik een keer op zo'n vrouwendag wilde spreken. Of ik een onderwerp had. Ja, ik heb al een onderwerp, hè. Ik denk, nou, heel veel vrouwen zitten met dat probleem. Hè? Mannen die elkaar, hè, vrouwen die elkaar niet begrijpen in het huwelijk. Hè? Hoe vaak komt die voor? Hè? Vrouwen zitten zo anders in elkaar dan mannen. En als je dat niet weet, nou man, dan hè? We weten er alles van. En dus ik denk, nou, dat wil ik wel doen. Nou, ik werd ingepland. En ik zou het doen met een orthopedagoge, die samen. En die belde me op iets daarvoor. Om te horen wat ik ongeveer zou gaan vertellen, zodat we niet elkaars gras voor de voeten weg zouden maaien, dat we elkaar niet in de weg zouden zitten wat de boodschap betrof. Dus ik zei een beetje te per mond toch, denk ik, want ik was zo enthousiast. Ik zei, ja, ik ga het over vergeving hebben. Oh ja, zei ze, wat ga je dan zeggen? Nou, ik zeg dat we niet altijd hoeven te vergeven. Hé, wat zei je nou? Nou, toen was het gelijk, ja, ik kom wel naar je toe, dat wil ik wel eens horen. Nou, dus ze kwam naar ons toe. Nou, dat was een avond die we nog lang zullen heugen, want het was echt, nou, conflict, hè, want ze was... Net zoals dat meisje van die de verhaaltjes schreef. Met heel veel moeite had ze zelf haar problemen verdrongen. Op grond van, ja, ik moet vergeven. Dus zij zat heel sterk op het pastorale vlak. Van, jongens, je moet mensen zo verkrijgen. Dus vergeven, het werkt wel eens hoor. Maar, dus, nou, ze is op hoge poten. Ik weet niet of het een Vlaamse uitdrukking is. Maar naar de mensen van die dat organiseren. De programmaleiding. En ik werd op matje geroepen, ik mocht het niet doen. Want ze waren het eens met haar. Dan zat ik zelf met het probleem, hè. Ja, dat heb ik ook gedaan. En wat gebeurde er? In die tijd dat die conferentie er zou zijn, werd ik nog ziek ook. En toen lag ik op bed en toen luisterde ik naar een uitzending van de EO. Open Huis heette dat. Dat is een programma waar je dus kan bellen, weet je wel, live, hè. Dus, radioprogramma. En verdraaid ging het over vergeving. Dat je ten allen tijde moest vergeven. Toen was er een mevrouw uit Harderwijk, weet ik nog heel goed, die belde op en die zegt, ja, broeders, mijn man die houdt op met de buurvrouw. En die ontkent dat. En de ellende wat er nu gebeurd is dat die vrouw is in verwachting geraakt. Dus het is echt nu uitgekomen. Hij kan er niet meer onderuit. Maar het enige wat hij zei, ja, ik maak ook wel eens fouten. Ja, wat moest hij doen? Of wat ze moest doen? Nou, die broeders, alle twee, zeiden, ja mevrouw, ja, het is in uw eigen belang dat u vergeeft. Want anders zit u met God in de knoop, want
Ja, dat staat er, want als je niet vergeeft, dan vergeeft God jou ook niet. Dus, en anders, ja, dus word je verbitterd en zo. Nou, een heel gesprek, ik hoorde dat nou, ik zat met mijn tenen opgekruld in mijn bed, hè. Dus, dat ken je ook niet, die uitdrukking, hè, tenen opgekruld. Ja. Maar goed, in ieder geval. Dus ik hoorde dat, ik denk, joh, het verschrikkelijk. En wat gebeurt er nou? Die vrouw, die moet haar man vergeven. Maar dat kan ze niet, omdat het niet eerlijk is, hè. Dat gaat gewoon door. Dus, omdat ze het niet kan, ja, zit ze erover in. En nou, het ergste is dat ze dat dan met God op slot zit. Dat haar verhouding met God zit helemaal geblokkeerd. En wie is daar de schuld van? Die rotkerel van haar. Hè, die het met de buurvrouw houdt. Dus dat is een... Dat wordt steeds erger. In plaats van dat ze die man van harte vergeven kan, krijgen ze steeds meer een rancune. Hè? Ik denk, stel je voor dat die broeders nou eens hadden gezegd, mevrouw, er staat in Hebreeënbrief, hoeft niet op te zoeken hoor, maar in Hebreeënbrief, Hebreeën 12, er staat een prachtige tekst. Hebreeën 12. Er staat dit, Hebreeën 13. Er staat dit, vers 4, Hebreeën 13, vers 4. Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld. Het wordt tegen christenen gezegd hoor. Want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen. Geef het nou rustig over aan God. En God die komt wel klaar met uw man. Dat klinkt hard, hè? Maar wat was er dan gebeurd? Stel je voor dat ze dat tegen die vrouw had gezegd. En die vrouw die had gebeden voor die man. Van Heer, wilt u mijn man? En dan had ze gedacht, joh, wat hangt die man boven zijn hoofd, hè? Echtbrekers zal God oordelen. En het volgende gebed was van Heer, wilt u hem toch wakker schudden dat het niet nodig is? De hele zaak wordt omgekeerd dan. Hè? God zit aan haar kant. En dan kan ze voor die man gaan bidden. Dat voor het eerst in jaren. Je ziet wat een verschil dat maakt. Nou, dus ik denk, weet je wat, ik ga alles op papier zetten. Zet alles, hè, alle argumenten, wat we nu hebben ontdekt, zet ik even op papier. En dan ga ik mee naar de programmaleiding. Nou, dat was... Kun je luisteren wel naar de EO? Pim van der Hof was dat in de tijd. Het was een hele bekende, hele fijne jongen. En die las mijn stuk en zei, joh, ik geloof dat je gelijk hebt. Hij zei, ik ga het stuk kopiëren en ik stuur het naar 5 predikanten. Kijk wat ze zeggen. Nou, met Bottenblij was dat en Arie van der Veer en nog een paar. Ik hoorde niks. En op een gegeven moment kwam mijn secretaresse naar me toe en zei, joh, ik heb een preek gehoord van Arie van der Veer. Dat is precies wat jij allemaal vertelt. Dat gewoon die preek. Gebruikte. Ik denk, hé, dat gaat goed. En toen kreeg ik van Visie, van het tijdschrift, kreeg ik de opdracht van, joh, wil je daar een artikeltje over schrijven, Visie? Nou, die 5 predikanten, die hebben toen 5 uitzendingen gehad over dit onderwerp, allemaal zoals het echt is. Plus dat artikel in Visie, waar ik allemaal reacties op kreeg. Ik denk, nou, de Heer die heeft recht verschaft. Want had ik die vrouwenconferentie gedaan, waren 500 vrouwen geweest, en nu, ja, hoeveel? Zijn er niet die dit verhaal hebben gehoord en gelezen? Zo werkt dat. Dus als je wat wil beleven van God, moet je niet vragen dat je onrecht mag lijden. Hè? Dat hoeft niet. Maar als je onrecht lijdt, dan heb je een prachtige kans om te gaan ervaren wat God voor jou kan doen. En ik kan het met heel vrij vrijmoedigheid zeggen, want ik heb een heel pak brieven in mijn tas. Van mensen die hebben geschreven, die het hebben toegepast. En die zeggen, joh, het werkt. Ik kan nog meer verhalen vertellen hoor. Maar kinderen komen ook terug, hè, van de zondagschool. Maar overweeg dat eens. En ik zal even mijn website zetten. Want dit verhaal zet ik dan op video op mijn website. Dat is http://baarsen.com en dan deinzen. We maken een aparte pagina van. Dat vergeet je niet zo makkelijk, deinzen. En dan zet ik het dus op, dan kun je het zo bekijken. Ja, en de kinderen, want die 2 oudste kinderen die naar de zondagschool zijn, die hebben dit ook nodig hoor. Ja. Dus dan kun je als ouders, kun je zeggen, joh, kijk even, nou, ik heb een mooi internetprogrammaatje. En dan... Het is boeiend genoeg voor die leeftijd ook, want ze herkennen zichzelf er wel in. En als je anderen weet die hier met het probleem zitten, kun je ze dat dus de weg wijzen. Ik heb ook nog dat verhaal van wat ik de EO heb gegeven, staat ook op internet. Staat ook bij teksten, op dezelfde website.
En als je de teksten opzoekt, dan zit er eentje bij van altijd vergeven, met een vraagteken. En dan staat de hele tekst op van wat ik de EO heb geschreven. Er is ook nog een brochure van gemaakt, maar die zijn een beetje uitverkocht langs mijn hand. Dus die, ik heb er eentje bij me, geloof ik. Nou, kunnen we hier wat mee? Ik denk het wel, hè? Elkaar bemoedigen erin. En elkaar de verhalen vertellen, want het is echt de moeite waard om wat God in je leven doet, om dat te delen met anderen. Dus probeer het maar. Maar je komt zelf ook voor de draad, hoor. Als je God vraagt om rechtvaardig recht, ja, dan komt het licht dat je zelf fout doet, hè. Maar dat is alleen maar, het is wel pijnlijk, maar wel gunstig, wel goed, gezond. Vraag gewoon. En mevrouw en ik, die zijn zo verschillend. We hebben maar 2 keer 3 maanden verkering gehad. Ze komt uit een andere cultuur, een andere ras, een andere achtergrond, geestelijk en zo. We trouwden zonder elkaar goed kenden eigenlijk. Een beetje oud waren we al, nou ja, laten we niet al te lang wachten. Nou, toen kwamen de moeilijkheden van, ja, wat cultuurverschillen. Had ik niet in de gaten, maar begrepen elkaar niet heel vaak. Nou, en dan iedere keer weer dit principe toegepast. Niet van, heren, wilt u er oordelen? Maar wel van, heren, wilt u laten zien waar het fout zit? Dit kun je in het klein en in het groot toepassen. En ook in het wereldgebeuren kun je je invloed laten gelden. Al die pornobedrijven die rommel rondsturen, hè, in de brievenbussen gooien. Kinderen van 1 jaar of 12 die raken al aan de porno verslaafd. Nou, vraag Gods oordeel over die mensen die dat doen. Mag je rustig met alle vrijmoedigheid doen. En vraag maar aan de Heer wat hij op jouw hart legt. Want er zijn natuurlijk vreselijk veel dingen waar je dan voor kan bidden. Maar er zijn bepaalde dingen die jou heel erg aangrijpen. Nou, dat zijn de dingen die je... Waar je dit, zeg, heren, wilt u recht verschaffen aan die mensen die dat ondergaan daar? Nou, dan gaat het in de wereld ook nog wel gebeuren. Vanuit je bed kun je dat doen. Ja, we hebben gezegd, van maak ons tot een vrolijk licht voor de volk of zo. En dan denk je, ja, wat zitten we hier? Wat moeten we nou? Nou, dit is de manier. Bidden. Dat kunnen we allemaal. Kun je over de hele wereld kun je invloed laten gelden. Onvoorstelbaar, hè? Nou, zullen we even stil zijn, dat iedereen voor zich de balans opmaakt. En misschien zit je nu met een, dat ik zeg, nou zie ik het zitten. Dan kun je het nu al overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt.